Het lijkt erop dat vandaag een site zijn hand een beetje begint te overspelen als het gaat om commerciële bijverdiensten. Ze hebben hun mond vol over de je vrouw van het Hazes Imperium, maar haar badslippers en vliegers vallen in het niet bij alle merchandise die Wilfred Gené elke aflevering op tafel gooit. En maar cashen, cashen, cashen. Mediacriticus Victor Vlam vindt dat het de mannen zou sieren als ze hun kijkers niet maximaal proberen uit te buiten, maar ook eens echte waardering tonen voor hun fanschap. Dat zou volgens hem kunnen in de vorm van een interactieve vendag, waarbij de mensen ook gewoon op de foto kunnen met Johan Derkse, René van der Gijp en Wilfred. Het spreekt Johan aan, hij is ontevreden over het massa-evenement van afgelopen zondag in de ziggo Dome. De fanatiekste kijkers moesten de hoofdprijs betalen voor kaartjes, de rest van de tickets werd gedumpt op een veilingsite. Het begint voor de voetbalkenner allemaal een beetje te commercieel aan te voelen, en daar past hij voor. Johan wil dit niet meer, zegt hij in de vandaag een site van gisteravond. Als je zoiets wil doen voor je mensen, hè, wij hebben een trouwe aanhang en dat is een beetje een lelijk woord, maar organiseer dan een vendag. Kijk, wij zien die mensen nauwelijks. De mensen die daar speciaal naartoe komen. Wilfred Gene vindt dat heel vreemd, omdat Johan volgens hem al niet is omkeek naar de mensen in de ziggodoom. We zien hier toch elke avond mensen. En daar, jij zat gelijk in de auto, ik ben gewoon naar beneden gegaan, René is naar beneden gegaan, Helene heeft daar een hele tijd nog gestaan. Johan schrikt van deze aanval. Ben jij met 12.000 mensen op de foto geweest? René van der Gijp, nou, wel met veel. Johan Derksen, ik doe niet meer mee. Dan gooit merchandisemeester Wilfred weer wat maskers op tafel die de mensen kunnen kopen. Johan, dat zijn dingen die de commercie bedenkt. Tafelgast Albert Verlinde begrijpt dat Ziggo evenement sowieso niet, het rare vind ik altijd. Dan kopen mensen voor veel geld kaarten en dan gaan ze de hele tijd naar een monitor kijken. Dat vind ik zo idioot. Je kunt aan Wilfred merken dat hij het niet leuk vindt dat Johan de Ziggo avond zo afkraakt. De essentie is nog steeds. Kijk en dat vind ik echt Johan. Ik heb na afloop met heel veel mensen gesproken, die hebben een wereldavond gehad. Ik neem aan dat je je gage ook niet hoeft te hebben of toch wel. Johan, nou, ik ga daar niet zitten voor mijn gage, want ik had die gage best in willen leveren. Dat is geen enkel probleem, maar ik vind dat ons format wij hebben een klein vormatje met mensen die in je nek zitten te hijgen, maar dat past niet in zo'n grote zaal, vind ik. Ik vind het ook op de rand van hoogmoedswaanzin om zoiets te doen.